De jeugdkoepelorganisatie De Ambrassade lanceert het project De Schoonmoeder, met een knipoog naar de moeder aller verkiezingen. 100 jongeren krijgen daarbij de kans om zelf hun verkiezingscampagne te ontwikkelen. Hallo iedereen. Welkom op deze persconferentie van een zeer leuk project. Ik denk dat het een heel toffe namiddag gaat worden. Ik heb soep gemaakt, dus als u zin heeft, er zijn pistoletjes, tas toe en dan gaan we ze beginnen. Is dat oké? De jongeren zijn wel bezig met politiek, maar op een andere manier dan 10 jaar geleden. Jongeren vertrekken vanuit thema's die hen raken. Kan u mij nog even heel kort proberen uitleggen wat het project precies inhoudt? De Schoonmoeder aller verkiezingen is een participatief traject waarbij dat we 100 jongeren oproepen om zich te mengen in het maatschappelijk en het politieke debat. 100 jongeren die strijden voor een thema dat zij belangrijk vinden. 100 jongeren die een voorbeeldrol willen opnemen naar andere jongeren toe om zich te mengen in die samenleving, om hun plekje terug op te eisen. En wat hoopt u eigenlijk dat de concrete uitkomst gaat zijn van deze campagne? Ik ga zeer gelukkig zijn als we 100 jongeren hebben die geprikkeld zijn. Die geprikkeld zijn om in te stappen in participatieve acties. Als we jongeren hebben die gebeten zijn door het virus om hun stem te laten horen. En die op een positieve manier bijdrage willen leveren aan de samenleving waarin dat we leven. Politiek gaat wel over het leven van mensen. En de afgelopen 4,5 jaar heb ik als minister van Jeugd, maar uiteraard ook als minister van Onderwijs, heel wat jongeren tegengekomen. Dag meneer Smet. Wat zijn volgens u belangrijke thema's wat jongeren betreft nu? Ik denk dat jongeren niet altijd met de grote politiek bezig zijn. En op zich is dat ook helemaal geen probleem. Hè. We moeten jongeren ook de ruimte en de tijd geven om jong te zijn. Maar ze zijn wel degelijk met politiek bezig. Al was het maar, heb ik een veilig fietspad van mijn huis naar de school? Heb ik een jeugdhuis? Heb ik een speelplein? Kan ik dit doen? Kan ik op vakantie gaan? Kan ik een vakantiejob doen? Dat zijn allemaal dingen die ook politiek zijn. Want dat betekent samenlevingsgebonden. En dus in die zin zijn jongeren wel politiek geïnteresseerd. En de ene zal dat wel meer dan de ander zijn. En de ene zal wat meer in grotere thema's. En de andere in meer nabije thema's geïnteresseerd zijn. Maar er is wel degelijk interesse voor jongeren voor politiek. Met De Schoonmoeder wil De Ambrassade de kloof tussen volwassenen en jongerenpolitiek helpen dichten. Van half februari tot eind april worden de geselecteerde jongeren begeleid bij het ontwerpen van een campagnebeeld en slogan. Ben jij jong? Doe dan mee aan De Schoonmoeder aller verkiezingen. Surf naar Facebook De Schoonmoeder of surf naar deschoonmoeder.be.